Het is begin augustus 2019 en wij zijn bij de Freizeitpark Zweibrücken. En dat is met de grens van Frankrijk. Tegenover van deze mooie, goed onderhouden woonmobielplaats is een paardenrenbaan hier. En daarachter, daar ongeveer 800 meter van hier, daar begint de stad. Zo, daar aan de overkant is een hotel. Daar moet je je aanmelden. Wij zijn gisteren al gekomen, dus ik ga nu terug naar het hotel om de sleutel terug te brengen. Want je krijgt de sleutel voor het sanitair gebouw. En daar kan je dan de douches gratis gebruiken. Je kan de wasmachine en de droger gebruiken. En daarvoor zijn wij hier gekomen. Want anders was ik nooit in Zweibrücken gekomen. Wij moesten gewoon wassen. En wij gaan niet zo graag naar campings. Dus wij waren op zoek naar een camperplaats die een wasmachine en droger had. En dit laat ik je straks nog even zien. 'S Avonds is hier een biergarten. Wat dit is, weet ik niet. Het is een mini-riviertje, geloof ik. Die hier gestuurd wordt voor kano. En dit is een vistrap. Ik heb nog niet precies allemaal gelezen hoe het in elkaar zit. Maar ik ga nu even naar het hotel om de sleutel terug te brengen. Dus via deze mooie allee ga je de binnenstad in. Of die mooi is, weet ik niet. We zijn er niet geweest. Het is een grotere stad. Hoe dat riviertje, dit mini-riviertje heet, weet ik ook niet. Moet ik straks even allemaal nakijken en misschien in die tekst die naast de video staat, dat daar de naam van dit rivier staat. Het grappige is dat dit een dubbel allee is. Aan die kant en aan deze kant. En waar de plaats bekend om staat, dat is de Rozengarten, die is achter het hotel. Daar kom je geloof ik niet zomaar in, denk ik. Nou, dit is dus de camperplaats. Ja, ik dacht 35 plaatsen. Die was trouwens vannacht helemaal vol. En dat is nu alweer leeg. Het is nog geen 10 uur in de ochtend. Waarschijnlijk gebruiken mensen dat om te trekken. En ik hoorde van andere mensen, want die wasmachine die daar draaide, die was constant bezet. Dus het zou zomaar kunnen dat heel veel mensen hier naartoe komen vanwege de wasmachine en de droger. Zo, hier is het sanitair gebouw. Dat is de achterkant van de biergarten. Misschien dat ik er nu in kan, want dat was net heel erg druk. Iedereen ging natuurlijk weg. Ja, nu is het wat rustiger. Kan ik er wel in? Het is allemaal relatief nieuw. Ik laat je even de douche zien. Je kunt zien dat het allemaal nieuw is hier. Kijk. Hoi. En kijk, daar ging het om. Wasmachine en droger. €2, €2, beide. En hier kun je nog je kinderen verzorgen, zie je? Een wikkeltafel. Nou, goed. Dat is het zo'n beetje. En als je hier om de hoek loopt, daar heb ik gisteravond nog een filmpje gemaakt van die
biergartenjachtig. Hier heb je ook nog een speelterrein voor kinderen. Nou, dat laat ik je even nog van de voorkant zien. Want gisteravond, in het donker, zat het ook maar vol. Maar ja, dan zie je niet zoveel. Zo ziet het er overdag uit. Leeg. En dat is dus een Bayerische biergarten. Dat zie je aan de paad. Dat zijn de Bayerische kleuren. De deelstaat waar we nu zijn, dat is Rijnland-Pfalz. Het ligt tegen de grens met Frankrijk aan. En iets verder is de deelstaat Saarland. Ligt ook tegen de Franse grens aan. En dit heb ik je gisteravond. Heb ik een film gemaakt gisteravond. Dat zie je straks nog even. En dat is echt pal naast de camping. Naast de stelplaats bedoel ik. Het sanitair gebouw is helemaal nieuw. En ook de plaats is supergoed onderhouden. Dit is het terrein waar je kunt keren. Als je een lange camper hebt. Hier is voor het afval. Dan heb je hierachter een atletiekbaan. 'S Nachts is het hier heel rustig, moet ik zeggen. Grappig hoe leeg dat het nu is hier. Helemaal vol gisteravond. En het was ook nog warm. Dus iedereen zat buiten. We hebben geloof ik tot 11 uur buiten gezeten. Bij 22 graden was het ongeveer. Nou, nu kan ik je nog even de entsorging laten zien. Er stonden net een paar campers. Heel makkelijk. Je komt er makkelijk bij. Nee, dat ken je allemaal. Toilet, vers water enzovoort. Hier een bord met informatie. Hier wat voor plaatsen voor kleinere campers. En daarachter staan wij als laatste. En mijn buren, waar komt die eigenlijk her? Aus Heidelberg. Ja. Dit is nou een toekomstige YouTuber. Vielleicht. Ja, das machst du ganz einfach. Wo kommt ihr her? Aus Heidelberg? Ja. Und seid ihr mit Opa und Oma hier? Ja. Siehst du, das habe ich ja gedacht. Und warum seid ihr hier hingefahren? Weil wir einfach gedacht haben, wir fahren mal, aber ja? Nicht zu weit weg, aber halt auch nicht direkt in der Gegend. Ja, und ihr habt ja ein tolles Schwimmbad hier, ne? Ja. Sehr schön. Schöner Platz. Ja, ja, ist ein guter Platz, ne? Ja. Okay, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Even kijken dat ik er zo doorheen loop, dat de mensen het niet in de gaten hebben, dat ik aan het filmen ben. Ik heb zo veel. Het is nog druk. Kun je het een beetje zien? Valentins Biergarten. Het is dus een Bayerische biergarten hier. Misschien is het al een beetje donker. Hier is aan de ene kant is zelfbediening en aan de andere kant wordt je bediend. Hier is het al gesloten. Waarschijnlijk al te laat daarvoor. Ah, dit is nog drank. Drank is kunnen nog halen. Beste mensen, dit was weer een verslag van een camperplaats. Mocht je het leuk vinden, ga op mijn kanaal abonneren. En tot de volgende keer. Dag, dag.